الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلي ببرودشن زسترز. Som schieten woorden tekort om om iets te beschrijven. Vooral als je het al eerder hebt geuit, zoals ik net dat in het Arabisch heb gedaan. Emoties kun je niet nadoen, kun je niet op jouw eigen manier uiten. Emoties zorgen ervoor dat ze op hun eigen manier geuit, geuit worden. En daarom weet ik oprecht niet hoe ik moet beginnen of waar ik het over moet hebben. Vooral als we kijken naar wat er nu gaande is om ons heen, in de hele wereld, van oorlogen tot rampen, tot aardbevingen en allerlei andere beproevingen waar de mens mee te maken heeft. Dan sta je versteld omdat je simpelweg niet weet hoe je ermee moet omgaan. En wat je moet doen om de schade te beperken. Geliefde broeders en zusters, dit soort beproevingen die de mensheid meemaakt, is een les. Is een reminder. Is iets waar we van moeten leren, geliefde broeders en zusters. Om onze eigen situaties op persoonlijk niveau te verbeteren. Maar ook vooral om onze banden met elkaar te versterken. Prioriteit te stellen. Wat is belangrijk op dit moment? Hoe kunnen we de eenheid vormen om als één lichaam te opereren? Zoals de profeet prachtig verwoordt. Hij zegt: de gelovigen onderling zijn als één lichaam. Wanneer een ledemaat aan iets leidt, een ziekte, een pijn of iets dergelijks, dan reageert het hele lichaam daarop met korts. Een gelovige is als één lichaam, geliefde broeders en zusters. Helpen elkaar, stimuleren elkaar, helpen elkaar om vooruit te komen, om beproevingen waar ze mee te maken hebben te overwinnen. Dat is onze taak hier op aarde. De profeet Sallallahu alayhi Wasallam, zegt in een hadith, in een hadith, al eyarhemu homo rahmen. de mensen die anderen met genade en barmhartigheid behandelen. Zullen met genade en barmhartigheid behandeld worden op de dagsoordeels. Wees genadig met mensen hier op aarde, en de Heer van de hemelen zal genadig zijn met jullie. Geliefde broeders en zusters, er zijn een aantal reflecties, een aantal zaken die ik met jullie wil delen, met de hoop dat we ook van deze uh, heftige situaties kunnen leren. Om de mensheid vooruit te helpen, om deze wereld een stuk mooier te maken en om vooral om onze verantwoordelijkheden op de juiste wijze te dragen. Je bent hier op aarde niet zomaar gezet, je bent niet hier op aarde gezet om voor te planten, om eten en te drinken, om te eten en te drinken en om vervolgens dood te gaan. Je hebt hier een verantwoordelijkheid, je hebt een taak van de schepper gekregen. Om deze wereld heel en mooi en schoon achter te laten. Dat is onze taak. En daarom moeten we elke kans benutten om die taak te vervullen. Om een ander te helpen. Om onze verantwoordelijkheden te nemen. Maar laten we eerst beginnen met een aantal reflecties. En vervolgens zullen we samen gaan nadenken over wat wij, voor onze broeders en zusters in, in, in Marokko, maar ook in Libië. Die moeten we absoluut niet vergeten. In Turkije, maar ook in Syrië. In Griekenland. Al die mensen hebben, hebben hulp. Keihard en keihard nodig. Een gelovige maakt geen onderscheid op basis van nationaliteiten. Op basis van identiteiten. Een gelovige kijkt naar de behoeftigen. En die helpt hij ze. Hij helpt ze. Hij kijkt naar de mens. Als elke mens hulp nodig heeft. Dan schiet hij die persoon te hulp. Dit is jouw taak. We hebben geen filter. Op basis van uh, uh, nationaliteit. Kleur. Of wat dan ook. Een moslim is iemand die zijn, die zijn verantwoordelijkheid draagt. De eerste les die wij, die wij uit dit soort beproevingen, want iedere mens wordt op de proef gesteld. Als wij denken dat het leven hier op aarde een paradijs is, dan hebben we het mis. Het is een onderdeel van ons bestaan dat we vallen, dat we opstaan, dat we met de rampen getroffen worden om ervan te leren, om vooruit te komen, om onszelf te ontwikkelen. Want het paradijs. Wacht op ons op de dag des oordeels. het namaals. Daar is het paradijs. Daar zijn we ooit geschapen. En naar het paradijs zullen wij terugkeren. Het paradijs is de norm. Want daar is de reis ooit begonnen. Dit is slechts een brug. Een tijdelijke fase. Als we deze op een goede manier vervullen. Dan zal de weg naar het paradijs voor ons vergemakkelijkt worden. En wij vragen Allah om ons tot die groep te doen, te doen behoren. Het eerste wat we uit dit soort beproevingen dienen te, te leren. en waar we over moeten nadenken en reflecteren, geliefde broeders en zusters. is wie, wat onze status is ten opzichte van onze schepper. Onze zwaktes die wij hebben als mensen. Sterker nog, de wereld waarin wij als gelovigen leven. als mensen leven. deze wereld is een van de kleinste schepselen van God hier. In het universum waarin wij leven. Dan heb ik het niet over een land, of over een stad, over een familie of een gezin of een individu. Een individu in relatie tot de schepping als geheel stelt helemaal niks voor. Maar ondanks dat heeft God jou als mens uitgekozen om die belangrijke taken te vervullen. En soms krijgen we bepaalde tekenen om onszelf te herinneren, om te waarschuwen, om het pad dat Allah voor ons heeft gevuld, om die op een goede manier te blijven, te blijven bewandelen. Dus reflecteer daarop. Reflecteer dat geen enkele macht, hoe groot het ook is, geen enkele persoon, hoe rijk die ook is, wie dan ook, kan zo'n ramp niet tegenhouden. Niemand die een overstroming kan tegenhouden. Niemand kan die een aardbeving kan tegenhouden. Niemand die vandaag tegen de aarde kan zeggen, stop even vandaag niet, morgen weer wel. Dit laat zien wie we zijn als mensen, dat wij behoeftig blijven en wie de schepper van het universum als geheel is en dat we altijd van Hem afhankelijk zullen blijven. Allah zou zullen zeggen in de Koran, Ma Assaba Mimussi Batin Illabi Irnile. Je kunt het op een geologische manier, natuurkundige manier verklaren hoe een aardbeving plaatsvindt, maar de Koran leert ons de essentie, het geheim wat schuilt achter dit soort kwesties. Allah zegt in de Koran: niets, maar dan ook niets zal jullie treffen behalve met de toestemming van Allah subhanahu wa taala. Waarom is het niet vorig jaar gebeurd? Waarom niet vorige maand? Waarom niet over drie weken? Allahu a'lam, omdat dat het moment is wat Allah jalla heeft bepaald. En we weten ook niet wat voor goeds daarachter schuilt. Allahu a'lam, we moeten dit soort beproevingen niet altijd vanuit een negatieve bril bekijken. Want omdat we simpelweg niet weten wat de voordelen hiervan zijn. Als we het, over, als we het hebben over de martelaren die naar hun heer zijn vertrokken. Die mogen we zelfs vanuit de Koran niet eens doden noemen. De Koran noemt ze shuhada martelaren, die levendig naar hun Heer vertrekken. Shuhada indarabbihim. Jorzakun, die hebben niets verloren. Ja, familieleden hebben ze achtergelaten. En dat brengt heel veel pijn en verdriet met zich mee. We hebben gezien die moeders, die om hun kleinkinderen, om hun kinderen huilen. Om hun mannen, om hun broers, om hun zussen zussen. Mensen die alles hebben verloren: hun bezittingen, hun rijkdommen, maar vooral het kostbaarste wat je kan bezitten, namelijk je eigen bloed, je kinderen. Dat doet pijn, dat weet ik, maar alhamdulillah, we zagen prachtige beelden. We zagen mensen die in tranen uitbarsten, die niet uit hun woorden konden komen, die alles hebben verloren. En ze kijken de cameraman recht in de ogen en ze zeggen: Alhamdulillah, we zijn Allah dankbaar. Deze kracht, geliefde broeders en zusters, dat kan niemand, niemand nadoen. Wanneer je met zoveel kracht dit soort beproevingen overwint en tegemoet gaat, dan heb je de wereld in zijn totaliteit, al heb je alles verloren. En daarom is het onze taak, geliefde broeders en zusters, om onze eigen verantwoordelijkheden te nemen, zoals ik eerder heb aangegeven. Tweede punt, geliefde broeders en zusters.

Dit is niet de norm. Een beproeving is nooit de norm, het is altijd een uitzondering. Om jullie op de proef te stellen: wil je hogerop komen? Dan moet je toetsen afleggen. Wil je slagen en diplomas in je zak krijgen? Dan moet je examens gaan afleggen. Wil jij de top bereiken? Dan moet je keihard ervoor werken. Dit is de essentie van het leven. En dit is wat het leven in haar totaliteit is. Maar vervolgens dacht Allah in een andere vers: Waarom? Waarom moeten mensen lijden, op de proef gesteld worden? Allah zegt, sabirin, breng alvast het goed nieuws. Naar wie? Aan degenen die getroffen zijn, die op de proef zijn gesteld en geduldig zijn gebleven. Sabirin, musibah. En vervolgens zeggen, wij zijn allen van Allah, van de Schepper. En tot Hem zullen we allen terugkeren. Die verdienen de aller, allerhoogste status bij Allah De genade, barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zijn de geleiden. Dat zijn de mensen die naar het goede zijn geleid. En daardoor ook de allerhoogste posities in het paradijs zullen verkrijgen. En boven dat, de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala zullen ontvangen. Derde punt, en daarmee ga ik afsluiten. Derde punt, dit soort rampen. Dit soort momentopnames. Het gaat om een aantal secondes, geliefde broeders en zusters. In één specifiek gebied. Wat als de, als de hele aarde getroffen zal worden. Zoals de Koran aangeeft. Dat het aan het eind der tijden, op de dag, vlak voor de dag des oordeels. Dat aarde in haar totaliteit zal bewegen. Niet een stukje. Die, die je niet kunt meten. وفي الله عز وجل يقول في القرآن إذا زلزلت الأرض زلزالها عندما الأرض واخرجت الأرض أثقالها وكل ما Ervan. En de mens zal zich afvragen: Dit is niet van mij, dat is niet aan mij, dat kun je niet op een wetenschappelijke wijze verklaren. Dit is een opdracht van Allah. Dat is wat aarde zal zeggen. En vervolgens wordt het moment beschreven hoe de mensen zullen zijn en in wat voor situatie of staat zij zalden verkeren. Dit soort rampen, hoe heftig ze ook zijn, moeten ons herinneren. En dat er een moment zal komen dat wij als gelovigen, als mensen, onze verantwoording zouden moeten afleggen over de verantwoordelijkheden die wij hier op aarde hebben genomen. Of nalatig zijn, zijn geweest. Of Allah jalla, ons doen behoren tot degenen die hun verantwoordelijkheden hebben, hebben genomen. Daarover zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam Het uur. Zal niet beginnen, totdat er een aantal zaken zullen plaatsvinden. En een van die zaken die de profeet waal, expliciet benoemt, is toename van oorlogen, vermoordslag van en aardbevingen. En op het moment dat we dit soort rampen meemaken, dan moeten we inderdaad gaan helpen, ondersteunen, maar we moeten ook gaan reflecteren op wat wij hebben voorbereid op die ontmoeting, op de dag des oordeels. En laten we, geliefde broeders en zusters, vandaag de geschiedenis schrijven. Onderschat jezelf niet. Onderschat deze gemeenschap niet. Onderschat de vrijgevigheid niet van deze gemeenschap. We hebben het elke jaar gezien. Laten we vandaag, geliefde broeders en zusters, na het gebed niet helpen, maar laten we onze verplichtingen vervullen door bij te dragen. Door die mensen daar bij te staan, zoals de Profeet wa sallam, ons heeft beschreven als één lichaam. Je helpt de anderen niet. Je helpt jezelf. Want die mensen zijn arm. Hebben geen zittingen. Hebben geen hulp voor af. Die mensen hebben jouw sadaka. Jouw donatie. Op allerlei manieren nodig. Om hun huizen te bouwen. Om onderdak te krijgen. Om eten te vinden. En we kennen onze gemeenschap als een vrijgevige gemeenschap. Dus loop loopt niet weg voordat je je verantwoordelijkheid hebt genomen. En verplaats je in de schoenen van die huilende vader. Verplaats je in de schoenen van die huilende moeder, die alles heeft verloren. Van een, van een vader die ik vanochtend in het nieuws heb gezien. Die zegt, mijn dochtertje van vier of vijf is letterlijk in mijn armen overleden onder het pijn en ik kon haar niet helpen. Dat zijn de mensen, geliefde broeders en zusters, die letterlijk alles hebben verloren. En hij zegt, en dat was treffend, hij zegt de wereld om mij heen is donker geworden omdat ik het licht van mijn leven heb verloren namelijk mijn dochter. Die mensen wachten op ons, geliefde broeders en zusters. Die mensen hebben ons nodig en wij hebben hen nodig. Allah Azza wa Jalla heeft dit gecreëerd om elkaar te helpen, om elkaar bij te staan, om elkaar te ondersteunen. Denk niet je hebt iemand iets gedaan wat ander niet kan, maar je hebt slechts je verantwoordelijkheid genomen, iets waar je op de dag oordeels met de wil van Allah Azza wa Jalla trots op zult zijn. Die heel zwaar zal wegen op de weegschaal. Laten we niet vandaag weglopen voordat wij het gevoel hebben: we hebben iets gedaan. Dat je tegen je kinderen kunt zeggen: Alhamdulillah, toen die rampen plaatsvonden in die en die specifieke gebieden. Heb ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen? Heb ik weeskinderen van een onderdak voorzien? Heb ik weeskinderen van voeding voorzien? Heb ik weeskinderen van liefde en genade voorzien? Dat je dat trots tegen je kinderen kunt zeggen. En op de oordeels zul je dat met de wil van Allah terugzien. Op het moment dat dat veel uh, uh, of dat het harder nodig is dan vandaag, dan vandaag de dag. We gaan nu afsluiten. En ik hoop nogmaals dat jullie allen blijven om elkaar te ondersteunen en te helpen. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم يا ربي اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم كن مع اخواننا في الحوز كن مع اخواننا في مراكش كن مع اخواننا في ليبيا كن مع اخواننا في جميع بقاع الارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم يا رب تقبل شهداءنا وشهداءهم اللهم تقبل شهداءنا شهداءنا وشهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف جرحاهم انك على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين